Het zijn lange rijen bij de stembureaus vandaag in het streng islamitische Iran, waar ze een nieuwe president kiezen. Stembureaus zijn 4 uur langer opengebleven, omdat zoveel mensen nog stonden te wachten. Ruim 50 miljoen Iraniërs kunnen hun stem uitbrengen en de opkomst lijkt hoog. Er staat dan ook veel op het spel. Correspondent Olaf Koens over het belang van die verkiezingen in Iran. Ja, wat hier gaat gebeuren heeft enorme gevolgen. Niet alleen voor Iran zelf, maar ook voor de rest van de wereld. We zien natuurlijk dat er heel veel spanning is, vooral vanuit Amerika, omtrent wat er hier gebeurt. Maar ook Iran zelf heeft veel invloed in de regio. Iraanse elitetroepen zingend op weg naar het slagveld. Niet in eigen land, maar in Syrië, waar duizenden Iraniërs worden ingezet om het hachje van president Assad te redden. Iran is de laatste jaren een regionale grootmacht geworden, actief in veel buurlanden. Troepen in Syrië, een enorme invloed in Irak, steun aan opstandelingen in Jemen en in Libanon bewapent Iran de Hezbollah-beweging. En dan is er natuurlijk ook nog dat omstreden Iraanse kernprogramma. Dat is na jaren moeizaam onderhandelen in 2015 stilgelegd in ruil voor het opheffen van veel sancties. Dat bracht internationaal rust. Maar vanuit Amerika klinkt er sinds dit jaar dit geluid. Ik denk dat de hele Iran-deal is de dumbest deal that you can imagine. Trump is voor de harde aanpak van Iran, maar laat de nucleaire afspraak tot nog toe intact. Hier in Teheran hopen velen dat dat zo blijft. Hij sloot die nucleaire deal, de huidige president Hassan Rouhani. Hij geldt als gematigd, wil hervormen en zoekt meer toenadering tot het Westen. Maar veel kiezers gaat het juist om zaken die Rouhani niet kon oplossen. En dat maakt hem tot kanshebber, Ebrahim Raisi. Hij belooft banen, hogere uitkeringen, maar hij is ook een religieus hardliner. Regionale grootmacht Iran staat op een kruispunt. Iets meer vrijheid en betere relaties met het Westen of terug naar het strenge Iran van vroeger. Zij bepalen. Wat het wordt, weten we waarschijnlijk morgen.